Yo iedereen, het is vandaag weer matchday. Thuis tegen Charleroi. En het wordt dringender en dringender voor die eerste drie punten. Charleroi ook niet fantastisch goed begonnen aan de competitie, dus de kans zit er zeker in. Nieuwe trainer, twee nieuwe spelers, alles zit mee vandaag. Ik geloof erin, we gaan ervoor. Eerst pronostieken en dan gaan we kijken naar de match. Let's go. Ik denk 1-0 winnen vandaag. En jij? Ik denk 1-0 verliezen, maar ik denk dat ze wel goed gaan spelen. Ik denk 1-2, denk ik. Ik denk vandaag 3-1. 2. Het wordt tijd voor Waasland-Weveren. Vandaag wordt het 1-0. Ik denk eerder 2-1. Ik denk dat het redelijk onverdiend is. We hebben zelf toch wel wat kansen gehad. Misschien een beetje het juridische aspect dat niet nog in staat is om het goed af te werken. Want er waren echt 4-5 reuze kansen bij. En eigenlijk is er nog bijna geen enkele bal tussen de bal gegaan. Dus, ja. Maar ik denk, als ze de tweede helft nu een beetje kunnen doordringen. En niet zoals de vorige wedstrijd, waarin ze de tweede helft echt wel wegzakken. Dat er misschien nog wel een score in de tweede helft is. Dus, Ik vind dat ze deze wedstrijd beter voetballen dan de andere wedstrijd die ik nu al gezien heb. Ik zie meer samenspel en dat kan ik wel bekoren nu. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat Kustovic vorig jaar ervoor gezorgd heeft, mede dat hij er wel dat de ploeg erin gebleven is. Nu denk ik, als ik maar met 5 matchen en 1 punt heb, dan denk ik dat er iets moet gebeuren. Natuurlijk, hij heeft de pech gehad dat de nieuwe spelers nu pas ertoe zijn gekomen. Dus, ik heb wel heel veel vertrouwen in Mercier. Dus ik denk wel dat dat een aanwinst is voor de ploeg Beveren. Okay. Niet volledig, vind ik. Het probleem denk ik niet bij de trainer, maar bij het bestuur van Beveren voorlopig, denk ik. Oké. Okay. We gaan het toch nog winnen. Ja, hoeveel? 2-1. Oké. Ik hoop dat het gelijkspel er nog wel in zit. Al vrees ik als het er wel eerst op 1 mag, dat het er niet goed zit voor ons. Ja. Ik hoop het wel. Doe jij dat slag? Ik denk hier niet. Oké, dankjewel. Go!
is gedaan. We hebben verloren met 0-4 van een Charleroi dat 4 keer aan uw goal is geweest en effectief 4 keer heeft gescoord. En dat doet echt, echt heel veel pijn. Dat is echt enorm pijnlijk dit, want in de eerste helft we hadden echt kansen. We speelden goed, we combineerden goed, we hadden kansen, maar we hebben gewoon de kracht niet om die af te maken. Je kunt 2-3 keer scoren en dan staat aan de rust 3-0 voor u. En dan is match uitgespeeld. Zo simpel als dat. Maar net als wij het niet doen, doen zij het wel, staat 0-1 aan de rust. En zoals elke keer zakte die moed dan opnieuw in die schoenen. En in de tweede helft ging het dan van kwaad naar erger. Het werd 0-2, 0-3, 0-4 werd afgekeurd eerst. Dan toch doorgegaan. Er was eigenlijk nog een 0-5 die ook is afgekeurd. Dus het zat gewoon echt niet meer mee in de tweede helft. En ja, dat is pijnlijk. Dat is heel erg zuur. Want die jongens die willen wel. En dat is het grote probleem. Die willen wel, maar er is meer nodig dan dat. En heel mooi van jullie supporters. Jullie hebben opnieuw mijn respect gewonnen. Heel mooi van jullie dat jullie de spelers wel zijn blijven aanmoedigen. Dat jullie daar bleven achter staan. En dat was, ja, dat was mooi om te zien. Want inderdaad, zij zijn het probleem niet. Dat probleem ligt veel, veel hoger. Maar of we dat gaan kunnen aanpakken of dat gaat opgelost geraken, dat weet ik niet. Daar mag ik en daar kan ik me niet over uitspreken. Laat ons hopen van wel. Supporters, blijf de ploeg steunen. We hebben jullie nodig. We hebben jullie allemaal nodig, één voor één. Blijf dat doen en dan hopen dat de resultaten wel komen. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag, heel graag, de volgende keer opnieuw. Ciao.